Hoi, vandaag is zondag. En zondag, wat doen we altijd op zondag? Tenminste, heel veel mensen in Nederland, wat doen die op zondag? Naar de kerk. Ja, en nu mag het misschien even niet en zit je thuis. Maar laten we eens een keer gewoon een kerk tekenen. En misschien kunnen we er nog een beetje versieren. Doe je mee? Ja, de kerk. Nou, laten we eens een kerk tekenen. Laten we eens beginnen met de toren. Dat moet eigenlijk het makkelijkste zijn. Als we weer uitgaan van het vierkant. En dan die zetten we gewoon wat langer. En daar een punt bovenop. Hier kan je ook weer een raket van, zou je hiervan kunnen maken. Maar hè, de klok. Let op, als je een klok tekent, altijd 10 over 10. Of 10 voor 2. Waarom? Je krijgt een beetje het idee van een smiley. En daardoor ziet de tekening gelijk een stuk vriendelijker uit. Let maar op in de reclamewereld. Als je daar horloges of klokken afgebeeld ziet. Zijn altijd op 10 over 10. Nou, je zet hier een kruisje op de kerk. Kan ook een haantje zijn. We geven de kerk wat dakpannen. Dat zijn allemaal kleine boogjes eigenlijk. Hè? Zo. Zo, dakpannetjes. Let op, een kerk heeft vaak lange ramen. Mooie glas- en loodramen. Nou, laten we die dan hier ook tekenen. Dan krijgen we al gelijk het idee van een kerk. Een mooie poort. Nou, dan hebben we vaak ook nog het kerkgebouw. Even niet zo snel hoe je dat ook alweer noemt. Heeft een naam hoor. Maar goed. Het gaat erom dat we die kerk goed tekenen. Nou, daar doen we ook weer mooi van die lange ramen in zo. Kunnen we gelijk goed zien dat het een kerk moet voorstellen. Nou, hier kan ook nog een kruisje op. Dit kunnen we weer allemaal van die dakpannetjes tekenen. Als je wil, kan je dit natuurlijk gedetailleerder doen. Is in principe niet zo nodig. Maar... Nou. Ik ga daarbij nog wat een bosje tekenen zo. Een boompje. Vaak heb je hoge oude bomen bij een kerk. Zo. Nou, zo. Hupplakee. Zo. Nou, ik denk dat we zo'n hele leuke kerk hebben. Zo, vogeltjes in de lucht erbij. Nou, dan kunnen we ook nog even een wolkje tekenen eventueel. Maar die komt misschien later nog wel eens een keer terug. We kunnen hier nog raamstijlen intekenen. Nou, we moeten weer uitkijken dat het niet dicht loopt. Kijk, want als ik een dikke stift heb, dan wordt het alweer lastig om die ramen mooi te tekenen. Ja, je zou zo kunnen variëren. Je kan hier nog een hekje tekenen. Bijvoorbeeld. Met grasprietjes. En zo kan je een kerk. Ga hier ook weer mee variëren. Kijk eens op YouTube naar plaatjes van kerken. En probeer daar eens een vereenvoudiging van te maken. Nou, veel succes. En teken ze.